Deze stond op een van de allereerste. Heet Max Roach. It's not about Max Roach, but what the hey. Ik vind nou toch echt dat die mensen hier vooraan wat moeten gaan doen of zo. Kijk, die mevrouw wil heel graag. Ik zou zeggen, hou jezelf niet tegen. Kom op nou. Just play the horns, I don't do this stuff. Are you ready for this? Here we go. Dames en heren, wij zijn toegekomen aan het laatste stuk. Dit was het laatste stuk eigenlijk. Ja, dat is goed dat je dat zegt dan. We gaan nog even toch die band voorstellen. Van uit Rotterdam en Dordrecht en een heel klein beetje Tilburg. Dames en heren, de mannen die zich hebben ingespannen om alles te regelen. Dat die Hammond er altijd weer is. We hebben in een aantal steden al aardig wat problemen gehad. Aardig wat mensen weer wit zien worden. Vanwege het niet functioneren, maar hier doet hij het goed. Tom van de Kolk en Phil Martin aan de drums en de bass. De man van de sounds en ook de groove en alles eigenlijk. Eén groot brok muziek. Berthil Busstra. Now take it down because I'm going to talk about the horns, important section. Yeah, the most important electoral part of the band actually. Yeah, that's nice, sensible. Sounds like horns, right? We hebben dus die, ik wou zeggen de man zonder haar, maar het zijn allebei twee zonder haar. Dus ze toeren regelmatig, ze zitten ook bij Caro, maar hier zitten ze toch voor een eigen bandje. Dames en heren, Guido Nijs op tenor. En uit Rotterdam, Jan van Duijgen. Rolf Delfs op de alt. Ja, straks heb ik die stok nodig. Sorry, yeah. I'm not as old. It didn't look good, right? But I'm still healthy. That's very supportive, by the way. En we hebben natuurlijk een waanzinnige zangeres. Zit er al van het begin bij. Ik maak er een grapje. Wat de gekke, de eigen leeuw. Linda Bloemhard aan de vocals. What the bleep. We hebben nog cd's. We hebben deze waanzinnige videoplaat. Te gek dat jullie er waren. Prachtig sfeertje. Ik zou zeggen, see you next time. En niet met Dr. Lonnie Smith aan Hammond.